dat hij op gang komt. Nou, de discussie over de eerste goal bijvoorbeeld. Nou ja, dat geef ik ook toe. Dat was mijn fout. En ik heb twee cruciale fouten gemaakt. En die eentje die kwam ik mee weg. En de ander was een goal. Ja, dan moet je ook niet... kun je zeggen, ik zet me er zelf overheen. Maar niet als je geblesseerd bent, dan ga je niet overheen zitten. Dan moet je gewoon iemand anders, zoals Boog. Die is hartstikke goed ingevallen. Dus dan ben ik blij dat hij de tweede helft... Die Boog? Ja, die Boog, ja. Ook niet onpersoonlijk aan WhatsApp is. Ja. Hey, wat hebben we eigenlijk gedaan? Nee, dankjewel. Ja. Wat hebben we eigenlijk gedaan? Waar waren we net al vergeten dat het interview al mislukt was? 4-3 gewonnen. Tegen wie? Scheveningen 3. Okay. Ik heb trouwens nog een nieuwtje. Als we zouden winnen nog, toen we 3-2 afgestonden, toen zei Jan Hoordijk, even daarop terugkomen. Als we winnen, dan is kast op bier. Heb ik gelezen. Ja, hè? Ja. Nou, vrij duidelijk. Is het, jij haalt hem op dan, vanavond? Ja, nu eerst een Bavaria. Maar, nu eerst een Bavaria. Ik drink hem gelijk leeg. Bavaria, ik wil Castlebier, heerlijk. Een koude kleur, heerlijk. Oh. Maar lang verhaal kort, 3-2 achter, 5 minuten voor tijd. En we slepen hem er nog uit, ik denk terecht. Ik denk dat we 3 persoonlijke fouten hadden, waardoor we de kans hadden om te verliezen. En ik denk dat we voorin niet altijd de juiste keuzes maakten of niet scherp genoeg waren nog. Want ik denk dat we het al eerder hadden kunnen beslissen. Maar ja, dit is ook wel, dit is wel heel lekker dan. Ja. In de laatste spel, want het spel was ook goed. Ja. Toch? Nee, het is niet de bedoeling dat je ermee gaat bemoeien. Ja, nee, als jij ermee gaat bemoeien, dan mag je het niet te willen. We hebben het alleen over die overwinning, maar volgens mij willen de mensen thuis ook weten hoe het spel was geweest. Toch? Moet nog even inkomen. Komt er wissel aan. Is het niet met TV West hoor? Nee. Zo doe je erop. We hadden het ook heel veel matten gelijk, dus dat gebeurt niet gauw. Brutaal, maar ook wel weer leuk. Ja, maar, moet je ook mee omgaan. Die gast van Scheveningen, die gaan we zelf toe. Het punt was altijd heel erg. Als Scheveningen dat al toe weet. Dat is netjes, maar ze hadden ze wel uit kunnen slepen. En dan doe je jezelf tekort. Ja. En dat is gelukkig niet gebeurd. Okay, Steve, wat aan toe te voegen, wat Jos heeft gezegd, ben je tevreden met wat hij verteld heeft? Oké, nou dankjewel. Jos, ik spreek ervoor.